Als ik zou moeten kiezen wat ik de mooiste en beste ondernemer van deze tijd vind, dan zou ik zeggen Ricardo Semler. Ricardo Semler. Een buitengewoon gedreven, liefdevolle, wijze man die een bedrijf in Brazilië heeft opgezet wat 50 jaar zijn tijd vooruit is. Waarbij hij het voor elkaar heeft gekregen, ongekend veel moeite. Als je dit, hij heeft een boek geschreven, Maverick, zeer de moeite waard. Nog een aantal boeken geschreven over zijn ondernemerschap. Hoe hij eigenlijk een voorloper is geweest van de aanpak van corruptie. Een bedrijf heeft gemaakt wat niet meewerkt met corruptie en toch nog winst maakt. Wat het meest democratische bedrijf ter wereld is, waarbij de ondernemers zelf bepalen wie hun baas wordt en elk jaar besluit of de baas goed genoeg was of dat hij moet gaan. Die zelf kunnen bepalen hoeveel winst ze pakken en hoeveel ze investeren voor de toekomst. Ja, hij geeft dus de mensen de onderneming. Hij heeft ook totaal de vorm losgelaten. Heeft ook de concurrenten op zijn eigen terrein uitgenodigd. Verhuurt ruimtes en informatie aan zijn concurrenten. Heeft enorme snelle groei doorgemaakt van productiebedrijf naar duurzaamheidsadviesbureau. Het is een bedrijf dat het meest gevraagde bureau en het meest gewaardeerde bureau bij werknemers is. En het gaat dus nu al 15 jaar erg goed. En het bedrijf is inmiddels 5000 mensen groot. En hij is wereldwijd aan het proberen om te kijken of hij mensen kan vinden die het ook durven. Het is erg moeilijk en daarnaast heeft hij een schoolvorm gestart waarbij jongelui alleen maar gevraagd worden wat vind je leuk. En vanuit het plezier leren. Dus het voorbeeld is dat ze dan als ze geen zin hebben om te werken mogen ze tv kijken. Maar ze ontdekken dat andere leerlingen leuk bezig zijn en dan gaan ze vanzelf aan de slag. En dan bijvoorbeeld een van de meest modieuze dingen die in die school van Ricardo Semler wordt gedaan, is dat ze hele stoere fietsen maken voor zichzelf. En dat de ironie is, of de mooie bijkomstigheid is, dat ze moeten ook hun eigen wielen maken. En dat betekent dus dat ze daardoor geïnteresseerd worden raken in wiskunde en hoe dat nou zit met die pi en dat soort dingen, want dan, anders werkt hun fiets niet. Dat schoolsysteem heeft zojuist een prijs gekregen van Bill en Melinda Gates. Dus het heeft een x aantal miljoen gekregen om het te stimuleren, om te ontwikkelen. Dus dat is een van de toekomstkrachten. Ik wou gewoon even zijn gezicht laten zien. Ik heb het helaas niet subtitled, maar gewoon even dat je ziet wie Ricardo Semler is. Over verantwoordelijkheid nemen. We zitten dus op die horizontale assen. Why are people not adopting your methods? What's holding them back? Basically because it takes a leap of faith. They are in a situation which they think they feel they're in control. And the way we do things means giving up control. And people don't give up control easily when they are apparently in power. And so it's very difficult to adapt because people have no real motivation to take that leap of faith personally. Because one of the things that you were saying was that traditional corporate structures derive directly from the military. Oh, absolutely. And therefore, control is a fundamental issue. And if you have a plan and you have a strategy and you have a mission and you have places to go, you're going to end up following that process no matter what. When you have a really huge organization, though, several thousand employees, how do you run it along horizontal lines and not end up with chaos? I mean, in our case, we have 5,000, and it's big enough to deal with that issue. And we find that there's really no fundamental difference between a company with 100 people or 5,000 because nobody deals with more than a half a dozen or a dozen people at a time. And if you respect that and you realize that it's really just a many small groups and you treat them as small groups, the issue of bigness goes away. There are some people that possibly thrive under a military structure with a lot of competitiveness and aggression. How do those people cope when moving to more modern methods?
I think they, some of them realized that this is also what was making their family life so difficult and their anxiety level so high, and they're willing to make a change and to exchange that for something better. The ones that don't, however, were the ones who were taking the company to an aggressive competitive structure that in any case caused so much grief and so much stress to the rest that it's better not to have them at all. Have you? Nou goed, dus ja, hij refereert ook aan het feit dat iedereen zijn eigen werktijden creëert. Iedereen kan thuis werken. Hij weet zelf niet meer hoe groot het bedrijf precies is, waar iedereen zit. Maar goed, de afspraak is dat ze een deel van de winst naar hem sluizen. En verder valt hij niemand lastig en vallen zij niemand lastig. En zijn aantal normen en waarden zijn helder. En het bedrijf dat gaat dus als een trein, omdat iedereen hartstikke gemotiveerd is, maximaal empowered en maximaal betrokken. Heel raar bedrijf.